deze nieuwe video. Daar ben ik weer op jullie beeldscherm. Vandaag weer een hele leuke betaalbare video's. En aan de views te zien van mijn andere video's vinden jullie Essence en Catrice super super leuk. Dus daar ben ik weer vandaag met een nieuwe Essence en Catrice video. Een paar dagen geleden kreeg ik twee PR pakketjes binnen van Catrice en van Essence. Met hun nieuwe zomer/lente collectie. En die moet ik natuurlijk aan jullie gaan laten zien. Want dit wil iedereen gewoon zien. Want het is betaalbare make-up en we houden van betaalbaar. Ik heb dus alles hierin gedaan. Het was best wel veel. Dus ik zat eraan te denken om een aparte Essence en een aparte Catrice video te maken. Maar ik dacht bij mijn eigen, ja waarom? We kunnen het ook gewoon allemaal in één video doen. Ik heb gewoon één oogschaduwpalet gekozen. Wat lipsticks, blushes, gewoon van alles heb ik één gekozen. Van Essence of van Catrice. En die ga ik vandaag in de video laten zien. En de producten die ik niet gebruik, die heb ik of gehouden of in de winactie gedaan. Want er komt heel snel weer een winactie. Dus stay tuned. En dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Ik ga vandaag eerst beginnen met mijn gezichtsmake-up. Ik heb van Essence en van Catrice, of nee, wat zeg ik nou allemaal? Ik heb van Catrice twee gezichtsprimers en ik ga ze allebei gebruiken, want ze zijn allebei anders. Ik heb hier van Catrice de HD Active Performer Primer en de Catrice 1-Minute Face Perfector. Nou, ik heb ook twee hele handige boekjes gehad waar alle prijzen in staan. Dat scheelt zoveel tijd, want vaak moet ik de prijzen dan nog gaan opzoeken en zo. Het is allemaal weer gezeik. Deze primer is 5 euro. Er staat op dat hij sportproof is. Dus water- en sweatproof. En dat hij je poriën minder maakt. Ik ga deze eerst over mijn hele gezicht aanbrengen. Oh, hij is gewoon wit. Nou mensen, ik sport echt nooit. Ik ben echt totaal geen sportpersoon. Maar ja, dat weer houdt me er niet van om deze primer te gebruiken. En dan gewoon lekker insmeren. Oh, ik had verwacht dat hij iets wateriger zou zijn. Maar op zich is hij dat echt totaal niet. Hij voelt een beetje vettig aan. Ik denk dat als je een vettige huid hebt, je deze primer niet fijn gaat vinden. Maar als je een droge huid hebt, zoals ik, dan misschien wel. Want ik vind hem wel fijn. Hij maakt mijn huid een beetje vettig en wat minder droog. Echter doet hij echt niks voor mijn poriën, dus. Dan de Catrice 1-Minute Face Perfector. Deze is 6 euro en het is een soort van mousse. Niet soort van, het is een mousse. En er staat dat je hem als primer of foundation kunt gebruiken. Dus voor de mensen die misschien niet van foundation houden. De kleur past zich aan gewoon aan jouw huidskleur. En hij is voor elke huidtype, tenminste dat is wat hier staat. Maar ik ga hem gebruiken als primer. Er staat dat je poriën verkleint en onregelmatigheden zichtbaar verdwijnen. Ik heb een best egale huid, maar ik heb wel poriën. Dus ik ga een beetje pakken voor de poriën en dan gewoon erin drukken. En er is hier maar één kleur van, maar ik ben hem nou in mijn huid aan het drukken. En op zich blendt hij gewoon in mijn huid in. En er staat ook dat hij je gezicht mat maakt. Oh mijn god, deze maakt je poriën wel echt minder. Ik zie gewoon gelijk dat ze hier echt wat minder zichtbaar zijn. Hier bij mijn kin ben ik ook altijd een beetje rood, dus daar ga ik het ook aanbrengen. Ik vind het echt heel handig. Mensen, ik raad deze zeker aan. En die raad ik aan voor de droge huid. Nou, voordat ik mijn video's begin, breng ik altijd een lipbalmpje aan. Heb ik nou eventjes niet, want ik heb er hier drie die nieuw zijn van Essence. Ik heb hier de Essence My Beauty Lip Ritual Repairing Balm. Deze is handig voor de beschadigde lippen. Ik heb hier de grijze Lip Ritual. En dit is de Nourishing Balm. En deze verzorgt je lippen. En als laatste de roze Lip Ritual Moisturizing Balm. En deze hydrateert. Nou, super handig. Ze hebben dus alle drie een andere werking. Ik wil er eentje houden en twee in een winactie doen. Dus ik denk dat ik ga voor... Ik ga voor de roze, de Nourishing. En ze geven geen kleur af. Het is gewoon een doorzichtige lipballen. En deze ruikt super lekker. Ja, echt heel fijn deze. De groene en de grijze ga ik dus in de winactie doen. Nou, mijn gezicht is geprimed. Dus nou foundation. Ik had een BB cream gehad van hun, van Essence. Maar die was in de kleur light. Ik ben geen light, ik ben medium, dus die kan ik niet gebruiken. Dus ik ga gewoon de Essence Foundation gebruiken die ik al heb en heel fijn vind. En dat is de Essence Hashtag Insta Perfect Foundation in de kleur 60. Deze foundation is de enige van Essence die ik fijn vind. Ik weet alleen niet of die nog te koop is, want Essence verandert zo vaak van assortiment. Ik heb ook geen nieuwe concealer van hun, dus ik gebruik even snel mijn Maybelline Fit Me Matte Concealer in de kleur 20. Oké, zoals normaal ga ik ook mijn gezicht baken met losse poeder. Ik ben hier wel een beetje bang voor, want ik heb nog een nieuwe van Catrice. En ik heb er al twee van Catrice getest en ze waren allebei een absolute faal. Dus ik hoop dat deze
deze beter is. Dit is de Catrice Glow Illusion Fixing Poeder. En het is dus een fixing poeder, een losse poeder met een glow. Ik wil het altijd gewoon mat hebben. Dus ik hoop niet dat de glow too much is. Misschien vind ik het wel ineens super mooi. Maar ik ben dus benieuwd. Hij is ook een beetje peachy roze. En deze poeder is 6 euro. Even duur als de andere. Oké, er komt lekker echt niks uit. Wat een struggle weer. Nou ja, er is een beetje uitgekomen. Hij is wel echt heel oranje. Oh mijn god, ik wil het niet eens doen eigenlijk. Maar ik ga het toch doen voor jullie. Oké, zijn we er klaar voor, jongens? Oké, nou op zich valt dat best mee. Ik ben ook echt zo een jankbal niet te doen. Ik was zo bang hiervoor. Godzijdank valt het mee, want die andere twee waren echt gelijk een faal. Ik vind hem op zich gewoon mat. Ik zie niet echt die glow. Nee, ik zie echt totaal geen glow. Hij blendt ook echt gelijk in de huid. Ja, op zich is hij gewoon prima, jongens. Ik ben zo een jankbal. Oh mijn god. Ik was echt helemaal gestrest en bang. Maar goed, van alle Catrice losse poeders vind ik deze als enige gewoon prima. Ik vind hem gewoon mooi. Maar ja, het is wel een gezeik om de poeder eruit te krijgen. Dat wel. Mensen, ik moet ook echt zeggen, mijn huid hier. Echt, je kunt mijn poriën gewoon bijna niet eens zien. Dit ding is echt zo handig. Deze hier. Ik ga heel even snel mijn neus contouren met mijn Ethos contourpoeder. En ook bij mijn wangen. Oké, dan doen we heel even een pauze met het gezicht. En we gaan even beginnen aan de ogen. Ik ga eerst mijn ogen primen. En dat doe ik met de Essence You Better Work Eye Primer. Deze primer is 2,90 euro. En deze is ook weer van die workout waterproof gymproof collectie. Ik weet niet zo goed wie er nou gaat sporten met oogschaduw op. Maar mocht je gaan sporten met oogschaduw, dan is deze waarschijnlijk prima voor jou. Ik heb hem hier op mijn hand gedaan. Hij is een beetje een nude kleurtje. Ik wil altijd in een oogschaduw primer dat hij gepigmenteerd is en veel kleur afgeeft. Zodat hij mijn ogen heel egaal maakt. Waardoor de kleuren extra gaan poppen die ik aanbreng hierna. Ik zie nu al dat deze dat niet doet. Het is gewoon een beetje een doorzichtige kleur. Hij plakt wel een beetje, maar hij doet niet kleur corrigeren en dat wil ik wel echt. Dus daarvoor valt hij persoonlijk voor mij af. Dan pak ik weer een beetje van die Catrice losse poeder. En die ga ik even aanbrengen over mijn hele oog om die primer te zetten. Als oogschaduw ga ik dit oogschaduwpaletje van Essence gebruiken. Dit is de Essence G-Day Sydney Eyeshadow Palette. Dit paletje is qua kleuren een beetje geïnspireerd door het strand. Dus het zijn een beetje naturel kleuren met een paar blauwe en groene popkleurtjes. Ze hebben dit paletje in 4 varianten. Ik heb er 2 gehad. Ik heb ook de Hello New York versie gehad. Deze is een beetje cool tone paarse kleurtjes, maar die ga ik in een winactie doen. En ik wil dus vandaag deze gaan gebruiken, omdat deze kleuren mij gewoon zwaar aanspreken. Ik begin met deze hele lichtroze glanzende kleur. Die breng ik aan hier onder mijn wenkbrauw. Oh, heel veel pigmentatie, maar wel heel poederig. Nou, de enige matte kleuren in dit paletje zijn deze 2 bruine en deze. De rest is allemaal glanzend. Ik ga deze kleur in mijn arcadeboog doen. Dat is wel gelijk een donkere kleur, maar ja, ik heb nou even geen andere optie. Ik moet zeggen dat de oogschaduwpaletjes van Essence altijd een beetje hits en misses zijn. De ene keer vind ik ze super mooi en de andere keer denk ik echt, nee, dit is niet eens dit lage bedrag waard. Dus ik ben benieuwd. Ik ben hoopvol, want ik vind het paletje er wel echt heel mooi uitzien. Dan pak ik deze donkerblauwe glanzende kleur. Ziet er zo mooi uit. Wauw, ik heb hem ook eventjes geswatcht. Ik zal die andere blauwe ernaast swatchen. Die is dus echt iets lichter. Ik denk dat ik eerst begin met deze blauwe en dan misschien die lichte erbovenop aanbreng om het iets feller te maken. Misschien. En ik maak mijn kwast weer nat met fixing spray, zoals altijd. Ik vind het ook leuk dat er een spiegeltje in zit. En deze kleur breng ik aan op mijn hele ooglid. Oh jongens, kijk dan. Oh, wat ben ik blij dat er tenminste wat pigment afkomt. Want als hier niks van af zou komen, was de hele look verpest. Die blauwe kleur heeft wel een beetje fallout. Dan pak ik deze donkerbruine matte kleur uit het paletje. En daarmee ga ik die blauwe kleur een beetje inblenden met de rest van de bruine kleur. Ik begin in de buitenste ooghoek en ik ga langzaam zo naar binnen. Ik ga wel uiteindelijk helemaal naar binnen. Nou, ik heb vandaag een keertje geen cut crease gemaakt, jongens. Goed, hè? Ik vind dat de blauwe kleur heel mooi inblendt met die bruine. Kijk, je kunt het ook hier zien. Het blauwe gaat zo mooi mee erin. Daar ben ik heel blij mee. Dan pak ik weer die eerste bruine kleur met weer die fluffy kwast. En dan ga ik alle randen mooi uitblenden en alle kleuren een beetje samenblenden.
Door al het geblend is nou het blauwe wel een beetje weggegaan. Dus die breng ik eventjes hier opnieuw wat extra aan. Die donkerste bruine kleur ga ik ook over mijn hele onderste wimperrand aanbrengen. En dan met een klein penseelkwastje pak ik weer die blauwe kleur en die breng ik daar overheen aan. Ik moet wel echt zeggen, dit paletje heeft fallout die er niet echt heel makkelijk afgaat. Dus als je dit paletje ook hebt en gaat gebruiken of nog gaat halen, begin eerst met je ogen. Dan pak ik ook nog deze lichtste blauwe kleur. Die breng ik aan hier in mijn binnenste ooghoek. Nou, dan ben ik klaar met dit paletje van maar 7 euro. Ik moet zeggen, de kleuren zijn echt fantastisch. En voor Essence is dit wel echt een van hun betere paletjes. Dus ja, voor deze lage prijs en ook de kleuren en het paletje ziet er echt zo mooi uit. Ik raad hem zeker aan. Dan heb ik ook een nieuwe eyeliner van Essence. Ik heb hier van Essence de Dip Eyeliner. En deze is zwart en waterproof. En deze eyeliner is maar 2,30 euro. Nou, zo ziet de applicator eruit. Niet echt mijn ding. Hij is ook hard. Hij buigt niet mee. Ik vind hem best wel dik. Ja, niet echt mijn ding, jongens. Maar ik ga wel gewoon een wing ermee maken. Nou, de wings zijn gemaakt. Ik vind hem echt vreselijk. Vreselijk. Ik raad deze echt niemand aan. Hij brengt zo niet fijn aan. Hij glijdt niet makkelijk mee. Het enige positieve eraan is dat hij wel heel zwart is en mat opdroogt. Ik zou het gewoon echt niet doen. Voor mascara heb ik iets van Catrice. Dit is de Catrice Glam & Doll Boost Lash Grow Volume Mascara. Nou, zo ziet hij er dan uit. Een beetje een grijze blauwe mascara. Deze mascara is 5 euro. En er staat dat hij in slechts 6 weken zorgt voor de verdubbeling van de wimpergroei en 54% meer volume. Well, I don't know about that, maar ik ga hem wel nou proberen. Zo ziet de applicator eruit. Een vrij puntige, scherpe applicator. Ik ga hem gewoon even aanbrengen. Hij is best wel kort. Daar moet je van houden of niet. Mij maakt het persoonlijk nooit echt uit. Ik heb toch echt gewoon geen wimpers, maar oké. Ik moet wel zeggen dat hij wel fijn aanbrengt. Hij pakt mijn wimpers echt goed vast en zo. Ja, echt een hele fijne betaalbare mascara. Ik vind het echt altijd extreem fijn als hij echt mijn wimpers echt vastpakt en zo omhoog trekt. En dat doet hij ook echt. Als hij ook echt binnen 6 weken je wimpers laat groeien, zou het echt ideaal zijn. Maar voor nu vind ik hem sowieso fijn, dus ik ga hem wel vaker gebruiken. De wimpers die ik op heb gedaan zijn AliExpress 3D Mink Lashes. Ik heb ook een blauw oogpotloodje gedaan in mijn waterlijn. Die is ook van Essence. Dit is de Essence Long Lasting Eye Pencil in de kleur 17 Tutu Quartz. Dat is letterlijk de naam hiervan. En een beetje mascara op de onderste wimpers. Nou, dan zijn de ogen weer klaar. Kunnen we verder met het gezicht. Ik heb hier van Essence de Hey Cheeks Blush Bronzer en Highlighter Palet. En zo ziet hij eruit. Onderaan 2 bronzers. 1 glanzende, 1 matte. De middelste 3 zijn 3 blushes. En de bovenste kleur is een highlighter kleur. Ik vind dit echt super leuk bedacht. Echt leuk voor to go. Je kunt hem gewoon zo makkelijk uitklappen. Je hebt hier een lange spiegel. Ik moet wel zeggen, ze hebben volgens mij Urban Decay nagedaan. Want die heeft ook zo'n soort paletje uitgebracht. Ook zo lang en ook zo beach stijl. En dit paletje is slechts 6 euro. Dus heel betaalbaar. Ik hoop dat die ja, fijn gaat zijn. Ik ga eerst mijn gezicht bronzen met deze. Het enige nadeel is wel is dat ze allemaal best wel klein zijn. En ja, mijn bronzenkwast is zo groot. Dus dat is dan wel weer een beetje vervelend. Maar ja, als ze hem weer groot hadden gemaakt, was hij weer niet handig geweest voor to go. Ik ga de glanzende bronzer absoluut niet gebruiken. Als ik één ding haat, is het glanzende bronzers. Wat wel kan, is voor meiden met een wat donkerdere huid. Die kunnen misschien die kleur als highlighter gebruiken. Nou, ik ga nou een beetje zo erin. Ik probeer niet die andere kleuren ook te pakken. En dan gaan we gewoon een beetje bronzen. Ik moet wel zeggen dat hij echt heel makkelijk blendt. Daar ben ik heel blij mee. De kleur is naar mijn smaak iets te licht voor mij. Ik hou altijd wel van echt een hele donkere bronzer. Maar ja, het is wel een hele fijne, een beetje een algemene kleur die gewoon bij veel huidskleuren past. Ik vind hem heel fijn. Dan de 3 blushkleuren. Ze zijn alle 3 een beetje glanzend. En ook weer is mijn blushkwast veel te groot voor dit. Ik ga gewoon zo een beetje gewoon van alle kleuren pakken. I don't care. Gewoon een beetje een mixje zo. Ja, er zit inderdaad een lichte glans doorheen. Niet too much of zo. Ik vind het wel mooi zo, al die kleuren gemixt. Ja, ik moet wel zeggen, er is veel pigmentatie in de blushes. Dus er komt wel heel veel kleur vanaf.
Maar ja, I like it. Ik vind het heel mooi. Dan de highlighter. Maar ik heb eerst hier een liquid highlighter. Maar oh echt, mensen, kunnen we gewoon stoppen met de liquid highlighters? Ik vind ze echt altijd, ik weet niet, ik gebruik ze toch nooit. Ondanks dat ik ze af en toe al een beetje mooi vind. Maar ik vind ze gewoon niet fijn, niet prettig, niet handig in gebruik. Ik wil gewoon poeder highlighters. Maar omdat ik nou een nieuwe heb, wil ik hem alsnog gaan gebruiken. Ik heb hier de Essence Insta Perfect Liquid Highlighter. En ik heb hem in de kleur 10, hashtag Gold Addiction. En deze is slechts €3,60. Het lijkt me een mooie kleur voor mij. Ik hou wel altijd van die champagne lichte kleuren. Ik heb hem hier op mijn hand aangebracht. Hij is echt heel waterig. Echt extreem waterig. Dat mocht echt wel iets minder. Ik breng een heel klein beetje aan zo met mijn vinger. En echt maar een heel klein beetje. En dan blend ik hem ook gewoon zo uit met mijn vinger. Ik druk hem gewoon zo in. Nou, er komt niet veel glans vanaf. Ik ga hem ook hier aan de andere kant aanbrengen. Er komt wel een hele kleine glans vanaf, maar niet genoeg naar mijn smaak. Ik vind hem niet mooi. Ik vind hem niet heftig genoeg. Misschien mooi als basis voor een andere highlighter. Maar ja, wie gaat nog steeds een hele basis aanbrengen? Dus nee, this is a no for me. Dan gaan we deze highlighter kleur aanbrengen. De kleur lijkt me echt perfect. Dat is echt de kleur die ik zal opdoen. En gelukkig is die kwast iets kleiner. En dan gaan we gewoon een beetje highlighten. Deze is echt heel mooi. Kijk, dit is de glow die ik wil. Ik ben echt een beetje impressed door dit paletje. Ik had het niet echt zien aankomen eigenlijk. Kijk deze glow, jongens. Ik vind dit paletje echt mooi. Ik vind gewoon alles mooi. De blusjes vind ik mooi. Ik vind de bronzen mooi. Het enige grote nadeel is dat mijn grote kwasten er niet echt in kunnen. En dan die highlighter breng ik ook aan op mijn neus. Ga naar de kruidvat, mensen. Echt. Ik vind hem echt heel goed. Nou, dan nog mijn lipjes. Ik heb een lipstick en een lipgloss. Allebei van Catrice. Ik zal beginnen met de lipstick. Ik heb hier de Catrice Power Pumping Gel Lipstick. Ik heb hem in de kleur 010. Dit is een hele mooie nude kleur. Er staat ook op Be Brave en dan Catrice. Ik heb hem ook gekregen in het rood, maar ik kan maar één kleur opdoen. En die in het rood wil ik niet opdoen, omdat ik ook die in de winactie heb gedaan. Ik ga even die balm eraf halen. Mensen, die balm is al gewoon helemaal ingetrokken in mijn lippen. Hij is echt geweldig. Dit is dan de kleur. Je kunt hem heel lichtjes zien. Het is een beetje een cool tone bruin paarse kleur. Kleur. Hij is niet heel erg gepigmenteerd. Het is meer een sheer tone balmpje lipstick. Er staat ook op gel lipstick. Dat heeft het denk ik wel mee te maken. Dus ik ga hem gewoon aanbrengen over mijn hele lippen. Hij voelt echt als een balmpje aangaan. Ik vind de kleur echt vreselijk. Het is nou gewoon alsof mijn lippen dood zijn. Alsof je nou naar het lijk kijkt. Ik kijk altijd naar van die programma's over misdaad en zo. En dan af en toe zie je zo een nep lijk. En die lippen zien er dan altijd zo uit. Ik vind hem wel fijn. Dat wel. Maar de kleur is een no-no for me. En dan de lipgloss. Ik hou van lipglossjes. Oh my god. Dit is de Catrice Generation Plump and Shine Lipgloss. Het is een long-lasting lipgloss with optical plumping effect. Dus dat hij lang op je lippen blijft. Het is een gloss. Dus hoe lang blijft nou een gloss op je lippen zitten? En dat je lippen een beetje plump, dus iets voller laat lijken. Ik heb hem in de kleur 070 Nude Sapphire. Het is wel echt een hele gepigmenteerde gloss. Dit is dan de kleur. Hij voelt ook lekker dik aan en zo. En de kleur is een beetje rozig nude. Ik ga hem even aanbrengen. Ik vind de applicator ook heel fijn. Hij is best wel lang en daardoor kun je gewoon snel aanbrengen. Hele mooie kleur en echt een hele fijne gloss. Ik snap wel dat ze zeggen dat hij lang op blijft zitten, want sommige glossjes voelen gewoon echt heel dun en luchtig aan. Niks mis mee, alleen die blijven gewoon niet lang zitten. En deze voelt iets meer aan als een lipstickje lipgloss. Dus ik snap wel dat deze wat langer zou blijven zitten. En er komt ook veel kleur vanaf. Ik vind hem mooi. Ik raad deze zeker aan. Hij ruikt ook lekker. En hij is maar €4. Dat is echt super betaalbaar. Ik zie ook hier dat je hem hebt in 8 kleuren. Dus ja, genoeg opties mocht dit niet jouw kleur zijn. En dan als laatste van Essence de You Better Work Gymproof Fixing Spray. Weer dus van die Gymproof lijn. Sweat resistant en anti-shine. Dus als jij veel zweet, snel zweet. En veel shined. Hij is anti-shine. Dan gaat deze denk ik goed zijn voor jou. Dus ook handig voor de hele vettige huid, I think. Er staat niet op dat hij per se mat maakt of zo. Een beetje een agressieve spray, maar hè, daar kunnen we wel mee omgaan. Hij voelt heel verfrissend aan. Hij is zo lekker koud en cool. Dat heeft er ook mee te maken, denk ik, omdat hij dus zo gymproof is. Ja, ik ga nu niet per se sporten of zo. Ik ga nooit sporten. Dus ja, maar
Ik vind het op zich een fijne, verfrissende spray. Nou mensen, dit was dan de look. Ik vind de lipkleur niet per se staan met de ogen, maar dat maakt niet uit. De video ging weer lekker goed. Ik ga vandaag geen full day wear test doen, omdat ik dat echt alleen maar doe als ik een foundation of concealer en zo test. Dat heb ik nu niet. Nou, wat waren de winnaars van vandaag? Ik heb er 3. Absoluut dit paletje. Jullie zagen al hoe enthousiast ik erover was. Ik ga in juni naar Spanje en geloof me, deze gaat mee. Deze lipgloss, super fijn. Hij plakt ook niet. Hij is echt heel erg mooi. En absoluut deze Catrice One Minute Face Perfector. Echt waar mensen, hij maakt je poriën echt minder. Hij doet me een beetje denken aan de Benefit Professional. Alleen vind ik hem minder droog. Die van Benefit vind ik een beetje droog en deze absoluut niet. Wat raad ik jullie vandaag niet aan? Deze lipstick, maar echt alleen maar die kleur. Ik vind gewoon de kleur niet mooi. Dus voor de rest, ja, het ligt echt alleen aan de kleur. Deze eyeliner is echt vreselijk. Echt niet fijn om mee te werken. De liquid highlighter, ik hou er sowieso al niet van. Maar deze geeft ook geen glow, super waterig. Ik vind hem gewoon absoluut niet fijn. En de oogschaduw primer, omdat hij niet kleur corrigeert. Als kleur corrigeren jou niet uitmaakt, dan vind je hem waarschijnlijk gewoon prima. Maar ik wil wel echt dat hij echt mijn oogschaduw er goed op laat zitten. En dat heeft hij niet echt per se gedaan ofzo, dus nee. En de rest is gewoon een beetje prima. Deze poeder is prima, deze primer prima. Deze lipbalm ook gewoon fijn, prima. En de fixing spray is ook gewoon lekker verfrissend. En ook dit oogschaduwpaletje vind ik echt een van de betere paletjes van Essence. Vooral door de kleuren en zo. Ja, ik vind hem echt... Ja, ik vind hem best oké. Dus overal een vrij positieve review vandaag. Ik vind het altijd zo leuk om betaalbare make-up te testen. Want ik vind het ook leuk om naar zulke video's te kijken. Ik ren altijd gelijk naar de kruidvat om alles te halen. Want het is toch super goedkoop. Ik hoop natuurlijk dat jullie weer hebben genoten van de video. Vergeet niet een like achter te laten en te abonneren door hier op mijn gezicht te klikken. Ik plaats ook 2 video's die je ook kunt gaan bekijken als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!